Een oude tuinder. Zo. Een oude, ja, een oude bukker. Zo, nou, ik ben aan boord. Eigenlijk heb Roel of Arensveen drie geschiedenissen nou. Eerst van groententeelt en geitenhouden en een beetje boeren. Toen is het naar de bloementeelt gekomen. En nou is het huizenbouw. We varen nu het Armenwater op. En het Armenwater dat is vroeger gegraven eigenlijk. Er lagen eilandjes en die werden beteeld dan door de Armen hier in het dorp. En ja, het is eigenlijk nu de poel waar eigenlijk de rijken aan wonen. En dat zien we haast zo. Maar eigenlijk zijn al die eilandjes een beetje weggegraven. Vanwege dat als het een beetje mistig was, dan baggerden ze stiekem het meer op voor in de winter op te stoken. Het land is allemaal hier gedraineerd rond 1960, want vroeger draineerden ze dit met takkenbossen en zo. In 1960, toen de ruilverkaveling begon, toen is al het land in de Roelofarensveen gedraineerd met putjes op ongeveer 60 à 80 centimeter. Toen is in Roelofarensveen al het land zo'n end gezakt, vanwege het inkrimpen van het water wat ze eruit zogen. En dan kan je hier eigenlijk op dit land nog goed zien. Want de draineerput die ligt daar nog in het midden. En je ziet ook eigenlijk dat dit land in het midden ligt eigenlijk gelijk met de sloot. Daar ligt die put nog. Zie je het? Nou ja, het was natuurlijk honderden jaar geleden eigenlijk moeras. Hetzelfde als in Boskopen. Boskoop was ook een moeras. Alleen die boskopers die deden het beter. Die hebben altijd voor bomen geteeld. En bomen, dat was altijd luxe. En, want vergeet niet, vroeger hadden we nog geen aardappelen, honderden jaren geleden. En toen aten de mensen hele harde appelen en zo. Dat hadden ze allemaal al in Boskoop uitgevonden. Maar later kwamen de sierbomen en zo. Als je daarna gaat dat hier in Roelofarensveen bittere armoe was. En in Boskoop hadden ze dezelfde grond en dat was echt rijkdom. Boskoop was een rijk dorp. Maar ja, dat is. Wij hebben het van lieverlee een beetje beter gekregen met de arenbeien en augurken en bonen. Maar het was hier eigenlijk een heel armoedig dorp. En dat blijkt wel, want bij mijn vrouw zat een oude opa in huis. En we kregen verkering met haar. En toen zegt ze tegen mevrouw: joh, zegt die opa, wat moet je met die armoed zaaien? Want ze hebben hier gecollecteerd in de kerk voor die veenders. Zo arm was de veen. De veen was 400 hectare en van die 400 hectare was nou verschrikkelijk veel water. Dat hebben ze in de ruilverkaveling rond 58 hebben ze dat dichtgegooid. Toen hebben ze 30 hectare water dichtgegooid. En hier kun je eigenlijk nog zien hoe smal die akkertjes waren. Nu mag als ze nu een meter dichtgooien, moeten ze ook weer een meter water vervangen. Vandaar dat in dat nieuwe gebied het de poel heet. Want ze gooien die vaarten dicht.
Maar ze graven dan de poel in om het water te behouden. Maar eigenlijk heb je hier een idee hoe smal de akkers waren in Roelofarensveen. Maar dat was ook in Boskoop zo. Hè? Het is niet te geloven, maar zoals we hier varen, dat alle meters vroeger beteeld werden. Alles werd beteeld. Hier hebben we een, als je niks aan de veen doet, dat je dat goed kan zien. Dit was vroeger een akker. Dit was de broek van Haastrecht. En hier zie je het. Hier hebben ze er niks aan gedaan. En er verdwijnt eigenlijk hier gewoon eigenlijk het land weg. Je ziet het. Er is geen land meer. Dat is gewoon weggespoeld en wegverteerd. Als je aan die veengrond niks doet, dan gaat het gewoon weg. En hier zie je, dit was echt vroeger een akkertje. Mijn opa, die was geitenhouwer, die had geiten. En nou, het verhaal ging dat die moesten ze nou naar de bok. En nou, je had vroeger een protestante bokhouwer en een katholieke. Maar ja, die geiten hadden hoog nood. En toen ging mijn opa naar de protestante bokhouwer. Maar de pastoor kwam wel andere week zeggen dat dat niet meer mocht gebeuren. Dat het water hier zo schoon is, dat komt altijd dat die veenders die scheten altijd op pleien, op wc's. Hè? In Amsterdam scheten ze gewoon in de gracht. Dat was het ene wie ze benden. Maar hier, zonder stront, geen tuinder. De tuinders hadden die stront nodig om de groenten en alles te laten gloeien. Vandaar dat die polder hier zo schoon is. Altijd al geweest. Vroeger, als kleine jongens, dronken we zo uit het slootwater vandaan. Maar als je al dat water ziet, kan je niet begrijpen dat er al 30 hectare water dichtgegooid is hier in dit gebied. Maar ja, het was ook een vaarpolder, he. Alles werd gevaren. Hierachter ligt de Braasem. En het is niet te geloven dat je natuurlijk een paar honderd jaar geleden, dat je het niveau van die akkers, dat toen het water gewoon in de winter weer de polder in kwam. Je had eigenlijk een soort schutten, een soort kleppen. En als dan het water in de Braasem hoog werd, dan ging die open. Dan ging die dicht. En dus het werd een beetje gereguleerd door die kleppen in de dijk. Vroeger ja, had eigenlijk iedere veender wel een hoekje grisanten. En eigenlijk ja, was eigenlijk de grisanten stekbedrijven kwamen wel een beetje uit de veen vandaan. En dat was toen normaal cultuur. Later is natuurlijk de jaarrondteelt en zo gekomen. En toen is het eigenlijk versneld gegaan. Maar eigenlijk de normaal cultuur kwam wel allemaal uit de veen vandaan. Hier zien we hoe we begonnen zijn natuurlijk met tulpen. Dit is eigenlijk het begin van de tulpenteelt in Roelofarensveen, maar ook ja, eigenlijk in Nederland. De tulp zit in Nederland nu ongeveer, ik denk van 450 jaar geleden is dat begonnen. En toen is het natuurlijk heel klein begonnen. Maar ja, Roelofarensveen was toen toch al een vooruitstrevend gebied op gebied van tulpen. En bijvoorbeeld de export van die tulpen die werd dan gedaan op een bakfiets. Naar Amsterdam of zo, dan werd er een man ingehuurd door het transportbedrijf. Want die tulpen moesten iedere dag natuurlijk weg. En dan deed die man dat. Het was ook voor zijn een soort training. Maar dan ging hij op de bakfiets naar Haarlem en naar Amsterdam en zo. En de man heette Jan Stol. En Jan Stol is de naam van een vroegere wielrenner, geloof ik. Daar hebben ze hem naar vernoemd, omdat hij overal heen ging met die bakfiets die tulpen wegbrengen. Nou, en Roelofarensveen is zo gegroeid. Ja, we broeien nu ongeveer 300 à 400 miljoen tulpen hier in Roelofarensveen. Maar we hebben er altijd wel een 100 à 200 miljoen gehad. Maar die werden toen geteeld door 200 kwekers of 150. En nu
worden die 3 à 400 miljoen gedaan door 4 of 5 of 10 kwekers. Nou, die horren, kijk, de bollen hebben een maatje. En als ze dan gerooid worden, moesten ze gezift worden. Dat noemen ze ziften. Nou, dit waren dan de ziften. Dus je moest bijvoorbeeld voor een bloem eruit de broeien, moest hij minimaal een 10 of een 11 hebben. En dan gaven die gaatjes aan. Als je nu nagaat dat hier in Roel of HNSV mensen zijn die nu die bollen ziften. En dat, nou, ik denk dat apparaat nu 250.000 tot 300.000 euro kost. En ze zijn met dat apparaatje begonnen. Maar als je nou nagaat, want we gingen vroeger werden alle tulpen in een krantje ingerold. Nu worden ze allemaal verpakt. Als je nou nagaat dat ik vroeger voor mijn emmers te vullen, want toen begonnen we een beetje met emmers en op water te zetten, dat ik een toiletpot had gevonden, zette ik die emmer op en drukte ik en zat die emmer zo vol. Nu verkoop van de pool hier in Roelewanersveen emmervulmachines van 40.000 euro om de emmers te vullen. Het is toch niet te geloven. Ik heb nog de uitvinding gedaan van de toiletpot en mijn dochter koopt nou zo'n voor 40.000 euro. Zo verandert de tuinbouw. Van dat te gaan is eigenlijk Roelewanersveen. Het is goed dat we eigenlijk overgaan zijn naar huizenbouw. Want ja, hier een hele hoop stukken kun je gewoon geen tuinbouw meer bedrijven. Het is allemaal te kleinschalig. Het moet natuurlijk allemaal veel grootschaliger worden. En dat is inderdaad, sommige mensen vinden dat jammer. Maar ja, het is niet anders. Hè. Het brood moet betaalbaar blijven. Als je nou nagaat dat je nu een kilo kip kan kopen zowat in de supermarkt voor 3,99. Een kilo kip. Wat weegt een kip? Je kan ze er toch niet voor houden. Dit was echt het teelt van vroeger, honderden regels van stonden. Nou, Hein heb het in tak gehouden. Alleen Hein heb er wat anders bij. Hier stond vroeger, in de veen stonden allemaal takken bij die peulen. En die werden dan gekapt in lissen, bij de keukenhof. En die werden hierheen. Vandaar dat we hier nog in de Veen Niek-tak hebben en Jan-tak en noem maar op. Dat is vanwege de takkenbossen. Is niet Hein? Ja. Maar dat is zo stonden er echt akkers vol met die peulen. Want dit zijn bruine gruitenbonen. Nou, gruitenbonen is ook echt een veensproduct. En eigenlijk komt dat in de Veen, maar als je nou een beetje gaat reizen, dan zie je het overal. Je ziet nu overal gruitenbonen, alleen van de veen zijn ze even groter en die schijnen even lekkerder te wezen door de veengrond. Je raakt er in ieder geval van alle twee van anders schijt als je er te veel van eet. Zo is het toch fijn? Ja, zo is het. Nou, je had hier in Roelewanersveen had je natuurlijk een hoop inmakerijen. En inmakerijen, dat was natuurlijk als de groente niks waard was, werd het op zout gezet en later werd er zuur van gemaakt. Nou, hierachter had je Volwater. Die had een zuurkoolfabriek. Het is niet te geloven dat door dat slootje alles aan en afgevoerd werd hier naar die fabriek toe. Dat moest allemaal door de sluis heen. Dus de kolen uit Noord-Holland vandaan, die kwamen met schuiten hier naartoe. En dan werden ze hier in de zuurkoolfabriek ingemaakt. Dus ja, dat was toen echt nog de Vaarpolder. In het 4000 onze burgermoeder. En hier ook, dit gebied, daar stond natuurlijk potgronddobben, een kolenhandelaar. En, ja, nu staan er schitterende huizen. Maar je kan je een voorstel maken dat al die poelen er haast zo uitzien, als dat klaar is. Meneer Koek wil nog even op de film. Welke film is dat? Speciaal voor jou, meneer Koek.
Gaat over Surel, moet je zeggen. Over het online weekend gaat het. Mag er Elster op? Ja. Mag er Elster op? Alleen nog Elster, je mag niet online hoor. Nou, hier krijgen we het bord van de groffies. Ah, het bord. Is het bord eraf, Bob? Oh nee, staat erop. En wat was dat vroeger hier in Roelofarensveen? Zijn er eigenlijk een hoop kleine kinderen verdronken. En dan waarschuwden ze op het eind die kinderen voor het groffiemonster. En wat was het groffiemonster in Roelofarensveen? Als de augurk te groot was, dan waren het bommen en dan gooien ze het in het water. En dan liepen die kinderen natuurlijk, die wouden die bommen weer uit water halen. En dan waarschuwden ze voor het groffiemonster. Omdat ze dan, ja, als ze in het water vielen dan. Maar zo zijn eigenlijk in Roelofarensveen ja, toch vrij veel kinderen verdronken. Nu varen we langs de ringdijk eigenlijk. En hierachter is al het land rondom de veen uitgeveend. Dus dit is land dat is echt uitgeveend. Je moet je eigen indenken. Als ze dat niet gedaan hadden, had dit land gewoon tot rijpwetering toe zo geweest. Maar hier hebben ze vergunning voor gehad en dat is toen, ja, dat is toen ontveend. En eigenlijk is dat gebeurd door de Duitsers. De Duitsers kwamen dan in de zomer hier die turf steken. Die slinger die je hier ziet, die is eigenlijk gekomen omdat ze houten hutjes of strohutjes er hadden staan. Waar ze dan in de zomer in verbleven. Nou ja, het is nu industriegebied, hè. Bijvoorbeeld deze man had chrysantenstekken. Ja, chrysantenstekken, dat wordt nu in Kenia en zo gedaan. Die komen dan hierheen met het vliegtuig. Nou, broeien is van de bol in de winter een bloem produceren. De bollenkwekers, en de bollenkwekers die zitten in Brezand, de Noordoostpolder en de Wieringermeer en zo, daar worden de bollen geteeld. Die komen dan naar Roelofarensveen toe. Daar worden ze in cellen worden ze geprepareerd. En eigenlijk is het zo, als je ze met de kerst in bloei wil hebben, dan moeten ze weer een andere behandeling hebben als met de Pasen. Maar eigenlijk kennen wij in Roelofarensveen op het juiste moment dat de supermarkt de tulpen wil hebben, ze in bloei krijgen. En dat is, noemen ze prepareren. En het broeien later, als de bol geplant is, dat noemen we broeien. En ja, wij hebben daar een hele geschiedenis in Roelofarensveen, omdat we dat altijd al gedaan hebben. Het bedrijf waar we nu tegenaan varen, dat is van mijn dochters. En je hebt gezien wat we daar verkocht hebben. Daar hadden we, ik had hier ongeveer 8 hectare glas. Nou, mijn dochters hebben het overgenomen en die zeggen, ja, we moeten het anders doen. Het is, wij telen nu in de Noordoostpolder, in Noordwijkerhout, in Zeeland, in Portugal. En zijn nu de bollen gegaan naar Afrika, maar ook in Ecuador. En dit is eigenlijk ons bedrijf nu. En hier veredel ik nog een urine. Als klepiaas heb ik ook jaren veredeld, dat is nu ook weer van de baan. De veners worden bukker genoemd omdat ze altijd krom stonden.
is met handwie en alles. Ze stonden altijd met de kont omhoog. En daar vandaan dat Veenders bukkers genoemd worden. Een scheldnaam is iemand ja, die zijn eigen eraan ergert. En ja, dan zeggen ze gauw het is een scheldnaam. Een bijnaam, dat is bijvoorbeeld, ik zat in een klas met drie Kees de Jonge. En toen noemde, mijn moeder heette Ganzenfles. En toen noemde op les die schoolmeester mij Kees Ganzenfles. Maar op het tent was het Kees Ganzenkuttel. En zo ging het door. Het is een heel hoop denken in het dorp dat mijn, maar dat is dan een bijnaam, Kees Ganzenfles. En zo heb je natuurlijk bijvoorbeeld, maar je had ook in het dorp bijvoorbeeld een hoge boom. En dat waren heel veel hoge bomen, zoals die krent hebt. Maar de krenten, die hebben er nooit wat van gehad. Die vonden dat best. Maar bijvoorbeeld, er was er hier ook een, die heet ook hoge boom, maar die noemden ze plis. En die werd neidig. Dus dat is dan het verschil tussen een scheldnaam en een bijnaam. Bijvoorbeeld, als je ze zei rooien tegen je en je had rood haar, dan werden sommigen neidig. Maar hier in het dorp woonde Rooie Riekie. Nou, Rooie Riekie, dat was gewoon Rooie Riekie. Maar die had rode haren, maar die had er niks van. Dus dat is een beetje het verschil tussen scheldnamen en bijnamen. Zie je, er zit ongeveer 5 meter verschil in het zeeniveau. Dit waren trouwens veendijken. En die veendijken, dat is toen in de Millingen daar, of in Meidrecht, zijn die weggeschoven. Dus er is nu aan al die veendijken is nu klei tegenaan gegooid. Dat het niet meer gebeurt. Als je de tulpenroute vaart en je doet het uitgebreid en je legt hier en daar stil, dan zal die 2,5 à 3 uur duren. En als je hem snel doet dan, en je wil alle borden lezen, dan doe je ongeveer de 2 uur over. Thank you.
zo vaak nog naar die polderjaren terug. Maar ik verlang zo vaak nog naar die polderjaren terug.